Oké, welkom allemaal. Vandaag doen we dan de evaluatie. Het overzicht ziet er als volgt uit. We zullen kijken naar de foutenanalyse en daarna de sommencorrectie. De foutenanalyse. Hier gaan we kijken naar de meest gemaakte fouten. Om te beginnen zie ik dat de basisformule voor volume vaker over het hoofd wordt gezien. Volume van de balk kunnen we berekenen met lengte maal breedte maal hoogte. Maar een handigere formule is als we die lengte maal breedte vervangen met oppervlakte. Want lengte maal breedte is oppervlakte. Wat je krijgt dat dit dezelfde formule is, alleen korter opgeschreven en handiger. Daarna zie ik dat jullie vaker de verkeerde hoogte aflezen. En dit zal ik dan verder uitleggen bij die andere sommen. Maar in het begin hadden we gesproken over zo'n cilinder die gevuld is met vloeistof en waarbij je openingen hebt. En hier zie je dat aan de onderkant juist de druk het grootst is. En de reden waarom is omdat je heel veel vloeistof hebt die in dit punt drukt. Vandaar ook de naam vloeistofdruk. Dus dit alles aan vloeistof drukt in dit punt. Vandaar dat je ook dan een grotere druk hebt. Hier heb je dan een kleinere druk. En als je ook kijkt naar de hoogte van die vloeistof die in dit punt drukt, dat is dan veel kleiner dan wat we hier hadden. En in deze situatie heb je dan het kleinst. Want je hebt heel klein beetje vloeistof, waardoor je ook een kleine of een lage druk hebt. Deze tekening geeft aan dat de hoogte belangrijk is, ongeacht de vorm van je vat. Daarna zie ik dat jullie ook moeite hebben met het omzetten van de eenheden, of althans, jullie het niet omzetten. Wanneer je ergens met kubieke centimeter werkt, moet je ervoor zorgen dat alle andere eenheden een variant is van centimeter. Dus met kubieke centimeter heb je dan de oppervlakte in vierkante centimeter en de lengte in centimeter. En zo ook bij decimeter. Dan heb je vierkante decimeter of kubieke decimeter. Opdracht 1. Van welke twee factoren is de vloeistofdruk afhankelijk? Je hebt dan de vloeistofhoogte en vloeistofdichtheid. Hoe hoger de vloeistof, hoe groter de druk en hoe groter de dichtheid, hoe groter de druk. En dit kan je terugzien bij die formule, namelijk P is rho maal g maal h. Je ziet dat wanneer je rho groter wordt, dat je P groter wordt. En wanneer je h groter wordt, dat je P ook groter wordt. Hier hebben we dan een watertank. En die watertank heeft zelf een hoogte van 2 meter. Maar het is gevuld tot een hoogte van 1,8 meter. Gevraagd is naar de vloeistofdruk op de bodem. We hebben onze formule. P die is rho maal g maal h. Als we dat invullen, rho die kunnen we aflezen 1000. De g is 10 newton per kilogram. En je hoogte is dus 1,8 meter. Vermenigvuldigd geeft dat 18.000 newton per vierkante meter. Hier heb je dan een tank, een olietank. En er is gezegd dat zo'n olietank maximaal 40 kubieke meter aan olie kan opslaan. Ze hebben de oppervlakte van de bodem gegeven en ook de dichtheid van je vloeistof. In dit geval is het dieselolie. Eerste vraag, bereken de hoogte van de olie in de tank. Oké, hoe kunnen we hoogte bepalen? Hele belangrijke formule. Als we volume hebben, kunnen we de hoogte bepalen. De gegevens die bekend zijn, zijn het volume, dat is 40 kubieke meter, en de oppervlakte van de bodem, dat is dan 4 vierkante meter. En als je kijkt naar onze formule, V is oppervlakte maal hoogte, dan kunnen we H eruit halen. Vul dat in. 40 kubieke meter is 40 vierkante meter maal hoogte. Hoogte is dus 40, gedeeld door die 4 geeft 10 meter. Nu dat je de hoogte hebt, kan je dus de vloeistofdruk op de bodem bepalen. We gebruiken dan de formule. P is rho maal g maal h. Ingevuld geeft dat 85.000 newton per vierkante meter. Nu komen we bij opdracht 5. En hier heb je dan de meeste fouten gemaakt. Je hebt een maatglas die gevuld is met spiritus en er zijn dan openingen op verschillende hoogtes. En ook zijn bij die openingen verschillende letters aangegeven. En we moeten bij al deze letters de druk bepalen. Oké. Om de druk te bepalen in A
moeten we eerst kijken naar de hoogte boven A. We kunnen zeggen dat de hoogte gelijk is aan 6 decimeter min deze 1 decimeter. Ja, want deze totale lengte is 6. Min deze 1 geeft dan 5. Of we kunnen eerst dit berekenen. Dat ontbreekt tussen A en B. En die is dan 2 decimeter. Want 2 plus 1 plus 1 geeft 4. En de totale is 6, waardoor je overblijft met een 2 decimeter. Nu dat we dat hebben, kunnen we dan druk in A bepalen met rho mal g mal h. We vullen in. Rho die is 1,45 gram per kubieke centimeter. Maal onze g, omdat we met gram werken, is het dan 0,01 newton per gram. En onze hoogte is 5 decimeter, oftewel 50 centimeter. Vermenigvuldigd geeft dat 0,725 newton per vierkante centimeter. En dit gaan we dat doen voor alle andere letters. Bij B is de hoogte van de vloeistof vanaf dit punt tot je oppervlakte. Dit is dan 1 plus 2 geeft dan 3. 3 decimeter, oftewel 30 centimeter. Bij C is de hoogte vanuit dit punt naar oppervlakte van je vloeistof. Dat is dan 2 decimeter, oftewel 20 centimeter. En bij D, daar ben je aan top van je vloeistof. Er is geen vloeistof dat daar druk op je punt. Dus daar is je hoogte 0. Wat je krijgt dat de druk in D ook 0 is. En als laatste hebben we dan de druk op de bodem. Dat is dan de totale hoogte hier. Dus 6 decimeter. Die is gelijk aan 60 centimeter. Vermenigvuldigd krijg je 0,87 newton per vierkante centimeter. Nu komen we bij de laatste som. Hier heb je twee glazen. Ze zijn gevuld met verschillende vloeistoffen. Maar zijn gevuld tot dezelfde hoogte. En de vraag is, in welk glas de vloeistofdruk op de bodem het grootst is. Nou, we hebben gezien dat de vloeistofdruk afhankelijk is van de dichtheid en de hoogte. Maar aangezien de hoogte constant is, kunnen we nog geen conclusie trekken. Kijken we naar de dichtheid, dan zien we dat de dichtheid van A groter is dan de dichtheid van B. En dat geeft aan, hoe groter de dichtheid, hoe groter de vloeistofdruk. Dus, omdat de dichtheid in A groter is, is de druk in A ook groter. Of de druk op de bodem bij A ook groter.